Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Zoals bijvoorbeeld Bob. En de Bob-campagne bestaat al 25 jaar en is internationaal bekend. Koen, er is nog altijd nood aan controle. Absoluut. Spijtig genoeg stellen onze collega's dagelijks nog ongevallen vast waar dat alcohol eigenlijk in het spel is. Er zijn nog altijd bestuurders die het niet begrepen hebben dat als je drinkt, dat je niet rijdt. Dat komen we tegen. Met onze collega's controleren we eigenlijk dag en nacht. Je kan dus op elk tijdstip door de week in het weekend gecontroleerd worden. Op kleine wegjes, op autosnelwegen, overal. En zeker in deze Bob-campagne is dat toch wel van tel. Want ook in deze tijden is het nodig dat wij ook op alcohol controleren. Bob is iemand die ervoor kiest om niet te drinken en te rijden of die mensen veilig naar huis brengt. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Hou het veilig, ook in 2021.